In de afgelopen tijd is er heel veel anders geweest, vooral op social media, over titels op grond. Hier praten wij vandaag over met de minister verantwoordelijk hiervoor, minister Rolina Samsudin. Minister, welkom. Goedemiddag. Er is heel veel gesproken over erfpacht in de afgelopen dagen. Kunt u ons vertellen, wat houdt erfpacht in? Erfpacht is de titel die men heeft toegekend aan terreinen voor dat decreet gronduitgifte in 1982 in werking trad. Dus nu hebben we volgens het decreet van 1982 hebben we grondhuur op alle gronden, maar nu, daarvoor was het erfpacht of in gebruik of huur. Er werd ook vergunning verleend om het terrein te kunnen gebruiken. Nu is er heel veel onrust over verschillende titels binnen de samenleving en voornamelijk over wanneer vervalt zo'n titel. Ja. Kunt u ons een beetje daardoor heen leiden? Ja, kijkt u, er is veel onrust geweest omdat wij, het ministerie, een bekendmaking in de dagbladen heeft geplaatst om de mensen erop te attenderen om te letten op hun vervaldatum van de grondtitel. En dat heeft een beetje paniek of mensen hebben. Ik vind het jammer dat mensen een beetje, bijna kan je zeggen, opzettelijk de zaken verkeerd hebben geïnterpreteerd naar de gemeenschap toe. Maar het is zo dat ook een grondhuurtitel vervalt na 40 jaar. Maar wij hebben de mensen gezegd, wanneer je je erfpachttitel vervalt, dan gaat het terug in de boezem van de staat. Hetgeen betekent dat die grond dan weer tot het vrije domein behoort. Maar het hoeft niet zo ver te komen dat de overheid die grond van je afneemt of terugneemt. Want je kan een grondhuur nu erop aanvragen. Het is niet zo wat men dus in gedachten heeft dat het erfpachttitel gewoon overgaat in grondhuur automatisch. Mm-hmm. Maar dat is niet het geval. Ja. Je moet het komen aanvragen. En dat is wat met deze bekendmaking wilden bereiken. Om de mensen te attenderen. Zeg, kijk, je grondhuurtitel, je erfpachttitel gaat vervallen. Kom je grondhuur aanvragen. Dus dat is het in grote lijnen. Dus je zegt, eigenlijk is de bekendmaking juist om de mensen wakker te schudden? Ja, want we hebben heel veel gevallen gehad waarbij de erfpachttitel, die titel vervalt. En de mensen komen dan om de gronden over te dragen aan hun kinderen of misschien aan familieleden. Maar dan is het verzoekschrift ook niet juist opgesteld. Dus wanneer het zover is, je erfpachttitel is vervallen, dan moet je niet vragen voor verlenging voor de erfpacht, maar dat krijg je niet. Je moet vragen naar een grondhuurtitel, omdat sinds 1982 wij grondhuur hebben gevestigd op domeingrond. U zegt, het loopt soms mis bij de aanvragen. Wat moet iemand meenemen als de persoon zo een titel wil voortzetten? Ja, je neemt de beschikking mee van het erfpachtrecht en een nationaliteitsverklaring uiteraard als de titelhouder het zelf wil aanvragen. En dan gaat hij het indienen en een kaart van het terrein. Nu moet je natuurlijk ook een perceel ID hebben. Dus wanneer je die grondhuur aanvraagt, moet je een landmeter vragen om een kaart te maken van jouw terrein met een perceel ID, met uw nationaliteitsverklaring en de vervallen beschikking. Dan kunt u die aanvraag indienen bij domeinen en dan wordt dat terrein dan in grondhuur voor 40 jaar aan de belanghebbende afgestaan. Dus stel dat ik in zo'n situatie zou zijn, dan hoef ik eigenlijk me niet druk te maken, maar ik moet ervoor zorgen dat ik gewoon de juiste stuk heb en dan die aanvraag indien. Maar kijk, ook de mensen van wie het erfpachtrecht al is vervallen, want soms let men ook niet erop. De titels zijn
bijna 75 jaar geleden verstrekt aan de mensen. En het zijn meestal oudere mensen nu, 75 jaren verder. En men let dan niet erop. En pas wanneer men een transactie wil plegen, of men wil de grond verkopen, of men wil het verdelen onder de kinderen, dan komt men tot de ontdekking dat het is vervallen. En het is heel gevaarlijk, ik zeg het, ik benadruk het, het is heel gevaarlijk, want als het erfpachtrecht is vervallen, dan is bij wet juridisch die grond in de boezem van de staat. En als je hem verkoopt voor iemand, dan wil dat zeggen dat je niets hebt verkocht eigenlijk. Je hebt gewoon een transactie gepleegd die eigenlijk ongeldig is. En dan wil ik niet praten over oplichting, want sommige mensen doen dat opzettelijk. Ja. Nu zijn er mensen die het verkopen, ja. Maar dan zijn er ook mensen die gewoon ergens weten wanneer het vervalt. Precies. Is er ergens waar mensen kunnen natrekken, behalve hun eigen stukken, want dat zou eigenlijk de eerste plek moeten zijn, ja. Waar men kan natrekken wanneer vervalt mijn stuk, wanneer moet ik er iets aan doen? De beschikking, daar is duidelijk aangegeven, de datum van ingang, wanneer die beschikking is verstrekt. En dan tel je gewoon 75 jaar erbij. Bij GLIS kan je een hypothecaire uittreksel halen, maar daar gaat er ook zijn, het erfpachtrecht is gevestigd voor 75 jaar en de datum van die beschikking. Dus daarop moet men letten. Nu stel ik me zo voor dat mensen die eigenlijk op het punt staan, ze hebben nu een vervallen stuk, ja. Dat ze zich afvragen, molassa grong of niet? Ja. Kijk, het is niet erg. De wet voorziet daarin dat als het erfpachtrecht vervallen is, is de titelhouder degene die aanspraak maakt op dat terrein. Vooral als ze een beterschap op hebben. Een beterschap is dus als die persoon een woonhuis heeft opgezet en andere opstallen erop heeft. Dus degene die daar geïnvesteerd is, heeft, dat alles is van hem. En men hoeft niet te denken, zeg, oh ja, mijn erfpachtrecht is vervallen. Dus de staat neemt ook mijn huis en mijn andere bezittingen terug. Dat is niet het geval. Wanneer het erfpachtrecht is vervallen, dan is de titelhouder, gewezen titelhouder dus, degene die aanspraak maakt op de grond. En dan kan hij dus die grondhuur aanvragen, hij of zij natuurlijk. Dus je zegt, mensen hoeven niet te vrezen. Is onnodig paniek geweest, echt waar. Ja. Ja. Goed, nu stel ik me voor dat er ook mensen zullen zijn die dit alles ook in een beetje dichterbij in hun eigen taal zouden willen horen. Zou je voor ons kort, in het Surinaams, dit alles wat u verteld heeft, in het kort in het Surinaams aan ons kunnen vertellen? Ja, u bedoelt Sranantonga. Sranantonga, ja. Geen probleem. Nanga ala lespeki me takden smala ososa eluku a programma disi, me takden wanshuit odi. En mi wan taigi ding tak a bekendmaking sam binnen a kranti, tak a titelvoeding sma e verval a erfpagre. Dat no des manaf bruya, bika a titel verval, ma yu abna a okasi voor vraging aan een grondhuur. En teju saptaki titel verval, koetakau verval in 2020 of in 2019, nee. Dan je tek alle den papieren fi, je tek wang, je mek landmeter mek wang kartagi, bika no u abwang perceel ai diva nodu, en a landmeter je tekengi, ai marki agrong etewalesi. En dan nanga wan nationaliteitsverklaring dat je charing kona domeine, dat je dining endape en dat domeine het teken in behandeling. En vooral if je abwang osonen tapu, dat zeker je kies je grondbaka, maar dat je kies je in grondhuur. Maar desmasa no doen next tapa grond. Desmasa koutaki i abagrongi 75 jaar. En in no doen next tapa grond. Da lanti no giu agrong baka. Bika if you no chara grong en cultuur, da wan wet de tak lanti etek na grong baka. Dus if
Maar als je ook agrong dan natuurlijk land die niet kan grondbaka. Dus broeien de, dus massa grond erfpagre verval. De kan koren aan de papieren naar de domeinkantoor naar Prins Hendrikstraat en dan dienen dat we in dat dan kiezen de grond die in grondhuur. Die 40 jaar. 40 jaar. Maar ook dat dus maar verstaan op historie en speciaal dat ik de appa ook kasi voor fit atori. Ja. Met die grondtangi minister en want er is hoe goed dat ik ook kan karieu bakken. Oké, dank je.